Weet je wie dit gedaan heeft? Nee, kolonel. Zou je me even denken? Geluid niet, kolonel. Het is stil. Weet je dat hier, Gerry? Ik, kolonel. Ik wist geworden. En ik weet ook niet van iemand wat niet van Leroux hou nie, of wat iets zien om eten. Ik wil je naar eten spreken, Leroux. Goed, kolonel. Inspectie tijdens eten, sergeant. Morgen, kolonel. Inspectie! Inspectie! Lelijk. Oh. Lokkerskoppen is altijd lelijk. Hoe komt die nu? Stil, ja. Stil, kwaai, joh. Lelijk. 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 Wat? Je hebt school maar vanuit. Los een beetje die zak dan. Jij denkt dat het zo makkelijk. Mooi gekeken. Dat is allemaal kort, maar ik ben niet in lange. Ja, zo is maar net kort stukjes met gebruik, met gaan langer vatten om aan elkaar te zetten. Hoi. Wees je met jou niet? Oké, dat moet allemaal zo lijken. Huh? Dat moet ook lijken. Kun je gemeet? Nee. Gemeet die dan. Zo ver als dat je wilt trappen. Hoi. Hoi.
sit nou by die ander. Hy sit daar onder. Een tyd. Ek soek nou eistekies wat so dik is, wat in die gaten kan inpas. Dat gelang van. Kap al betaal. Ja, meneer. Wat skool jy, man? Wat ek hier? Ek wil breek. Nou, ons breek dan ook een goed siel. Spring. Ben jy nie meer, he? Wat dan? Wat dan? Ek dink. Ek dink jy maar lekker. Ek ga aan my leer. Priester, hy sal weer. Jy ken ons hierdie ouwens, man. He? Hulle sien jou uit sy genaam op jou trap. Jy gaan nog sien wat met die Leroux gaan gebeur. Alright. Ek sal my priester praat. Nee, gij is feit. As een B-groep gevangene ontvang jy 20 besoeke per jaar. Elke besoek duur 30 minute. En daar is soorstens 2 persoene by jou per besoek. Met die verstand dat natuurlijk daar nie meer as 5 besoeke per maand is. En as jy dan na die A-groep gepromoveer word, sal jou besoekvoordele natuurlijk verander. As jy wil, kan ek reel vir 'n besoek thuis. Kan ek vir hulle verduidelik hoe dit hier lyk. Wil ek nou gaan? Wat moet u verwag dalk help? Is dit moeilik? Wel, waar dit nodig is, reel ons vir 'n besoek deur 'n maatskaplike werker wat gewoonlik thuis besoeke doen. Asseblief, ek sal dit waardeer. Gaan 'n moeilike aanpassing wees. Goed. Kom ons bel nou vind ons uit. Hoe het u gaan met die inspectie, meneer? Ja, een paar mannen wat die vandaag een kost krijgen. Hoe dat zo? Nou, dat stelde Lexus Vark ook al, man. Eén of twee wat al drie etels gaan bedoorstaan. Dat is een paar cellen schat op. Ja, twee mannen van kansen. Raak skelm en leid. Ja, van bar van nou af. Die hoofd wil zelf meer van heel deur gaan. Je weet wat ze naar alle draag. Ja, hij is maar een moeilijke man. Hij bleef maar iets in pad uit, meneer. Hier al kar gekoop. Waarom hier? Ik wil zeker niet weten, maar ik voel voor elke dag die er al bij te maken. Nee, ik wacht vanaf. Meneer Sene, ik zal niet weten, maar ik heb nog een paar dingetjes buiten aan de gang. Hoe kan jij dingen buiten aan de gang als je hier zit? Ja, man, niet weet hoe. Verleden en manieren. Ga dan maar die peren, meneer. De man niet weet hoe is het bij makkelijk. Ja, als je weet wat buiten aan gaan als je hier zit, meneer. Ek is binnen, meneer, maar my vrienden is buiten. Hulle sê nie om af en toe met een paar rand in my bed toe. Die week is ek ons met een paar duisend weg. As niks meer verkeerd is, is helemaal beter. Ja, is misschien beter, ja. We hebben alle gekocht op het verre, ja. Meer mensen wat geld verloren, door de mensen wat geld brengt.
Ach, zeg, dom als ik jou de verhaal. Ik kan niet zo'n eklaas geld niet verder verloren. Geef mij 100 rand dan. Kijk ons hoe ze 2 weken wat verdient. Nee, maar joh. Ik verloor me altijd. Maar 100 rand van elke kon letten iemand anders zak te maken. Wat de kans niet zal zien. Zeker bij. Waarin net ze met priester praten. Ja, oké, man. De priester had gisteren met mij gepraat. Is lekker. Goeie oude priester. Het is er zeker af, niet? Nee, maar hij komt allemaal vrienden. Dat is een goeie oude. Ja? Ja, dat is een van zijn vrienden wat in de kast geschopt. Ja, leg je met Jezus op pad die weer zien? Ja, de Russische vrouw zei om zaterdag haar eerste bezoek. Oh, dat gaat niet makkelijk weer zien. Niet voor jou van de twee, niet? Zeg maar bij al weer. Kom en pijn. Hij is dom als in een kerkant, man. Waarover? Oor die feit. Een beetje moeilijkheid opgetel, ek wil een vergadering bijwoon. Dat is nou ongelukkig niet moeilijk, nie. Ons het daar reeds een kliënt het gister al een afspraak gemaakt. Het is dringend, priester. Ek kan nie onthou dat papa al ooit een afspraak gekanseleer het nie. Jy is moet wacht. Ja, praat ek soms weer. As dit bezigheid is, ons praat alleen. Dat weet je toch? Wanneer? Morgen. Tijdens die sportcomité vergadering. Ik zal een afspraak maken. Hier is mijn Tigers africhter. Kan je nou voor ons meer vertellen van die boxers wat gaan deelnemen? Papa weet dat ik baie contacten buitenkant heb. Ik heb juist nou weer gereeld dat een besending boom inkom wat by die werksplaas afgeleisel word. Ik zoek hulp om die goed binnenkant toe in te brengen. En ek gedog misschien kan ons die winst deel. Ik heb klaar een plan gemaakt om een klein beetje in te brengen, maar die plan gaat niet eenmaal werken. Dus ik moet gewonder het of papa sal belangstel. Die besending kom in een klomp pijpen, wat gemerkt is en wat samen met een klomp afvaluister en kratten gepakt is. Die boom is in die pijpen gepakt, zodat mensen zal denken dat het afvaluister wat
saam met al die ander afluister wat van die ander tronk af hierheen gestuur is. Die kratte kom op die spoorweg trok, een amptelike spoorwegfaktuur, sal by die werkplaas afgelaai word, net soos al die ander. Ons gaan sorg dat die regte ouens die sorteerwerk doen, sodat die gemerkte pype een kant gesit kan word. My plan is dan om die kraan in die kombuis toe te stop. Papa kan aan een van sy manne die loodgieterwinkel uitstuur en sê dat die kraan gebreek is. Hy kan een van die gemerkte pype inbring. Dink papa die plan sal werk. Ek sal vir die priester sê wanneer die kraan sal breek. Dan miskien kan ons die wins 50-50 deel. Nog 10 minuten oor. Die 20 is vir jou. 60-40? Die mos al steed. Dit is waar ek gelukkig was. Hoe gaan dit met hom? Goed. Onder omstandighede. Jy moet besef, is natuurlijk vir hom een baie groot aanpassing. Maar hy begin gewoon raak in die routine. Hoe gaan dit hier? Ek verstaan nou wat dit beteken om te sê, hy wat alles wil behou, sal alles verloor. Wat vir my moeilik is, hoe beantwoord jy jou kinders se vrae as jy self nie weet nie? Dit klink seker vir jou bekend. Baie mense soek nie eens antwoorde nie. Ek dink hulle dink nie eens daaroor nie. Miskien maak dit nie vir hulle saak nie, hulle swem maar net saam met die stroom. Jy weet, dis die soort gevangene wat, as hulle vrygelaat word, altyd maar weer terugkom. Ek moet aanstaltes maak. Jy is eintlik die eerste werklike skakel met my man en met sy wêreld. Jy weet, sy nuwe wêreld. Daar is eintlik nog so baie vrae wat ek vra. Jy is baie welkom om my kantoor te kom spreek enige tyd. Dankie, kaptein. Kom ons stap. Dankie. Kolonel gevangene Leroux. Dankie. Goeienis Leroux. Jy kry toestemming om te studeer. Ek het sopas die brief ontvang. Jy sal die saak seker nou verder wil reel. Louis, hier is die besonderhede. Ek het gedink waar hy hoor rond. Hoi. Elvis! Robby! Meer pen en papier. Hoekom? Mijn vrienden zijn telefoonnummers meer. Hulle sal die geld bring net waar en wanneer meer wil. En dan hoop ek jy weer die geld terugbring, saam met die winst natuurlijk. Daar was niks onwettig sien, hè? Nee, so goed nie, speel die perre self. Net, hulle weet een bietjie beter sien. Ja, ek sal een bietjie moet dink. Jy moet maar so'n bietjie dink oor jou karretjie. Is jy maar 100 rand verloor? Nooit meer. Ja, ek kan hom nie sien. Nee, is recht. Goeienavond meneer, ons sopas verneem dat alle uitsendings in afdeling A vir onbepaalde tyd opgeskort is. Die ander afdelings wil ek verniet in die stap geraak nie. Ons eerste plaat is 'n ou treffer.
Ek het nooit gedink dit sou so stil en eensaam wees sonder jou nie. Ons was seker maar te gewoond aan mekaar. Ek het weer begin bid. Onthou jy, ons het nooit met tyd daarvoor gehad nie. Ek leer nou op my eie bene te staan. En ek wonder baie keer wat jy van my gesukkel sou gesê het. Ek besef nou eers hoe afhanklik ons van jou is. Ek dink aan jou, my liefling. En ek gaan nie toelaat dat die lang wag my onderkry nie. Groete van harte, sien Mandy. Annie. Waar is ek? Kan de Zweeds geen inpas. Het gesê is zo ene dag zo. Hoeveel dag? 4. En dan is 4 stukken. En dan? Dan gooi ons ons oor een beetje rond voor een paar dagen. En ons moet oefenen, hè? Huh? Oefen. Ons moet niet sukkel. Wat doen? Jy kry daarop iets vir al jou harde werk. Of het William so gie daarover gepraat? Ek hoor Shotty het probeer breek. Ek hoor so, ja. Hy was een van papa se manne. Is dit so? Blok uit. Gou. Geduld, my vriend. Geduld. Ons moet allemaal maar net geduldig wees. As papa my help, ek kan gabba win. Ek sal die keer hê. Interessante voorstel. Wat zou Williams af aan sê? Geen nie om, ek wil net hier uitkom, voor maandag is al. Ek moet met papa praat. Dit sal nie verstandig wees nie. Daar's baie oë en ore wat sal weet, 1 en 1 is die 3 nie. Dink jy papa sal gelukkig wees nie? Ek moet wie dan? Kan niks beloof nie. Misschien moet je maar met mij praat. Ik zal kijken wat ik kan. Oké, sê vir Gabba, ek sou oop wees. Jy moet net dop hou. Nou goed. Ons sal dink daaroor. Ek sou sê wat ons besluit. Papa moet my help. Voor maandag. Trek aan, Tank. Gabba, gaan doen jy gewigte. Dus Collie, hou vast. Je hoeft niet die zakstukken te slaan.
Herkies. Kraan is alweer stikken. Ah. Ek sê my ambte vraag my werk, wat is die dag? Een van mijn vrienden heeft een beetje moeilijkheid buiten. Hij wil vinnig uitkomen. Ik gedink hij moet saag, maar ze gaan te lang wachten voor Lemon. Ik gedink of papa niet kan helpen. Dat zou pa Lemon vinnig aan die handen kunnen. Je kan betalen. Net zien hoeveel voor pakjes. Baie dankie. Roas, klein vijverkie vanmiddag is jy skoon ook. Ons tafel, linkerhoek. Bekie tandepasta vir die lekker aas. Hè? Was? Dankie, Was. Ek sluit nie waskamer by jou kry. Is môre aan die geveg. Môre my eerste besoek ook. Het is eindelijk jammer ek het nie iets op die Tiger gesit nie. Tiger gaan verloor. En hoekom? Ons gaan gaan we dan een goeie bok. Hy weet niks van bokser. Nou, maar hoe wie hier aan die Tiger gaan verloor? Ek weet. Je wil mijn saag, is de beste kwaliteit. Wat krijg je nou niet vragen? Nie? Kost mij baie. Als ik niet op jou verwet, dan heb ik een saag alleen maar gesteken. Is nog niet op pad. Frank, niet vandaag staan een saag, in het rust. Morgen win je. Hij lijkt recht. Hij is doodreg, kolonel. En die boksers? Ja, verdolf ik nie, kans nie, kolonel. Tiger het mis lang gebokst en nog buiten was. Ja, morgen sit ons nie met een klomp winners en een klomp verloders. Volgende week sal ons met bak staan, die gevoelens gaan hoogloop.
Bly aan sy linkerkant, hy is so dom as 'n donkie aan sy linkerkant. Hou aan sy linkerkant, dan kom jy mee reg. En luister as ek vir jou skree, hè? Hey, ontspan, ontspan. Vanmiddag is ons. Ek kan net probeer, jy weet. Hy staan nou op en bloot en jy los op. Vir wat doe jy dit? Hy het een paar keer opgestaan en jy los op. Maak jou klaar met hom. Maar priester sy gezicht sien as jy hom uitleef. Maak jou klaar, weg is hier. Beweeg, links, links, links.
al gedink hy gaan verloor. Ja, hy moes verloor het. Nou gaan die moeilikheid begin.